Maar, nou is het interessante dat Ongehoord Nederland, dat natuurlijk werd omarmd door deze krant, en de PVV, omarmd door deze krant, plotseling onder vuur beginnen te liggen in de andere krant. We gaan naar jullie mediamomenten. Frank, begin ik met jou. Jij wil het graag hebben over de andere krant. Ja, ik wil het erover hebben dat de revolutie zo vaak en zo graag zijn eigen kinderen opvreet. De andere krant is voor goed begrip een wekelijks verschijnend dagblad, tussen aanhalingstekens. Is een jaar of 5 geleden begonnen. En de eerste editie, dat was een krant waarin met hele lovende woorden gesproken werd over Poetin. Een pro-Russische weergave van de annexatie van de Krim, de oorlog in Oost-Oekraïne enzovoort. En daarmee ontstond al heel snel het beeld van, nou, dat is een wappiekrant. Een krant die ook anti-het coronabeleid was. Dat paste allemaal bij elkaar. Een krant die kritische kanttekeningen zette bij het verhaal over de MH17, zoals de media dat gemiddeld presenteren. Pro-PVV-denkbeeld. Nou, en toch vind ik het een hele interessante krant om te volgen, omdat veel van die geluiden door ons niet overdreven helder en vaak en diepgravend worden gepresenteerd. Het is goed dat het er is, hoort bij pluriforme pers. Maar, nou is het interessante dat Ongehoord Nederland, dat natuurlijk werd omarmd door deze krant, en de PVV, omarmd door deze krant, plotseling onder vuur beginnen te liggen in de andere krant. Want zij verlagen zich tot samenwerking met het establishment in Den Haag. Ongehoord Nederland heeft zelfs een bewindsvrouw eigenlijk afgevaardigd naar het nieuwe kabinet. Reinette Kleven, ja. En de PVV laat zich ook inkapselen. Hij gaat samenwerken met een premier die vroeger de baas was bij de AIVD. En wat ik zo spannend vind om te zien is hoe die revolutie die eigen kinderen opvreet. Dat ze dus nu want de andere krant gaat nu ageren tegen Ongehoord Nederland. Ja, dus ze gaan nu elkaar aanvallen. En ik vind het nog steeds goed dat die andere krant er is. Ik vind ook eigenlijk dat iemand uit die kringen regelmatig in dit programma zou moeten aanschuiven. Ik begrijp niet waarom we altijd maar alleen maar vertegenwoordigers van reguliere media hier hebben zitten. Dat kan beter, dat kan anders, denk ik. Maar ik vind dit allemaal heel spannend om waar te nemen. Een tijdje geleden ben ik ook op bezoek gegaan op die redactie. Ik vond het heel erg leuk om met die collega's te spreken. En ze waren gewoon verbijsterd dat überhaupt iemand van onze kant, zou ik maar zeggen, daar eens een kop koffie kwam drinken. Oh ja? Dat zegt al veel. Ja, ja, maar hoe was het? Nou, ik ben met 29 van de 30 opinies en reportages in die krant fundamenteel oneens. Maar het is heerlijk om over die dingen te ruzen. Je leven de vrije pers. Ik moet altijd denken aan wat Winston Churchill ooit zei toen hij werd tegengesproken in het Engelse parlement. Er was een mevrouw van de oppositie die zei, als ik met u getrouwd was, dan zou ik gif in uw thee doen. Waarop Churchill zijn keel schraapte en zei, en als ik met u getrouwd was, zou ik die thee opdrinken. Leven Churchill en leven dat gedachtegoed. Ja. En leven de andere krant. In Sandrine, dat heeft de andere krant jouw aandacht? Nee, ik zag hem laatst bij ons in het dorp. En ik woon in een heel klein Achterhoeks dorpje. Zag ik hem bij het tankstation liggen. En toen dacht ik, hè? Ook hier? Maar ik ga daar nu eens even expliciet naar landelijk kijken. Landelijk verkrijgbaar, mevrouw. Ja, zeker. Ja. Ook in de Achterhoek. En jij, Jurgen? Zat op je Netflix? Ik ken het niet, maar ik vind het wel goed dat het er is. Ik ben, dat gaat deel ik Frank's idee ook van. We zijn heel gauw geneigd om mensen met andere ideeën of andere meningen tegenwoordig direct onder het tapijt te schuiven en zeggen, die moet je wegdoen. Maar ja, mensen gaan ondergronds met hun gedachten. Dat is veel gevaarlijker. Ja, ik ben wel van feiten. Zeker. Ja, dat is waar. Maar je moet ook weten hoe ze dingen beredeneren. Ik ben ook wel van meerdere perspectieven. Ja. Maar als je weet hoe mensen dingen beredeneren, hoe ze aan bepaalde dingen komen, dat is interessant. Dat je gesprekken gaat inzicht krijgen waarom mensen op een bepaalde manier denken. Wil je meer van het Mediaforum zien? Klik dan hier voor de andere video's van Spraakmakers. Of luister het Mediaforum dagelijks terug via je favoriete podcast-app.